Welkom bij de Sanne Vaassen podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Vandaag wil ik jou meenemen in de kracht van visualiseren. Waarom wil ik jou hierin meenemen? Omdat ik zelf echt enorm veel ervaring heb gehad in het visualiseren. Ik geloof in gedachtekracht. Ik geloof ook in het feit van op het moment dat je je doel helder voor ogen hebt, dat je ook wil weten hoe je je wilt voelen, dat dat echt voor zo'n mooie resultaten zorgt. En ook vooral in het sporten. Tijdens mijn sportcarrière heb ik het visualiseren heel veel ingezet. Vooral ook om mijn techniek te fine-tunen, om met wedstrijdspanning om te gaan, om angsten te overbruggen, want die heb ik ook gehad, ook met bepaalde spanningen in mijn lichaam. Dus ik gebruikte het visualiseren echt om lekker in mijn vel te zitten en ik pas het nu ook nog toe. Ik zie het ook met het aantrekken van bepaalde klanten, het aantrekken van bepaalde samenwerkingspartners, maar ook van vakanties, reizen en de mogelijkheden die ik krijg. Maar ik zal jullie eerst eventjes meenemen met een concreet voorbeeld. Dan hebben jullie daar een idee van, oké, hoe doet Sanne dat en hoe heeft ze dat toegepast tijdens haar sportcarrière. Nou, een voorbeeld is tijdens de wereldbekerwedstrijd in Heusenzolder. Ik weet niet of jullie die wedstrijd kennen, maar dat is een wedstrijd waarbij een enorm steile afdaling in zit. Op zich niet heel spannend, gewoon een hele gave afdaling. Maar dat was destijds wel echt spannend, aangezien het op zaterdag modderig was geweest. En op zondag is het gaan vriezen. En waren alle sporen opgevroren. Nou, ik weet niet of jullie zelf nog fietsen, maar op het moment dat je opgevroren spoortjes hebt, dan moet je niet te veel sturen, want als je dan tegen het spoortje aanrijdt, dan val je. Nou, ik was dus het parcours aan het verkennen. Ik kom daar aanrijden en dan zie je als mensen het spannend vinden, staan ze bovenaan die afdaling te kijken. Welke spoor moet ik in? Welke lijn moet ik rijden? Iedereen stond daar met knikkende knietjes. Ik had al de ambulance gehoord tijdens de wedstrijd. Voorafgaand waren er mensen, moesten mensen opgehaald worden. Omdat ze gewoon heel zwaar zijn gevallen. Ik ben ook naar beneden gegaan en ik ben vervolgens twee keer achter elkaar gevallen. Ik merk ook op het moment dat er andere mensen staan die het spannend vinden, dan neem ik dat over. Dan vind ik het ook spannend. Dus vind ik het lastig om mijn eigen lijnen te volgen. Ik was gewoon helemaal teleurgesteld, bang. Ik kwam terug bij de camper en toen zei ik ook tegen mijn begeleiding van, ja, ze kunnen beter naar huis toe gaan, want zo'n lastige afdaling, de rest van het parcours loopt als een trein. En ik wist ook dat de rest van het parcours op mijn lijf geschreven was, aangezien ik iemand ben van snelle parcoursen, draaien en keren. En dat was dat parcours. Die afdaling, daar moet je wel heel huids beneden komen. Dus ik had het erover gehad van, ja, moet ik die dan niet gaan lopen bij voorbaat? Of hoe kan ik dat gaan doen? Ik was destijds ook heel erg met mindset, mental coaching bezig. Ook met het visualiseren. En toen zei mijn begeleidingsteam zei ook van, joh, maar daar ben jij toch zo mee bezig. Dus dat kan je toch omzetten. En toen dacht ik, oh ja, weet je, dat kan ik hier nu. Dit is echt het moment om dat te gaan gebruiken. Dus ik ben in de camper op bed gaan liggen. Ik ben eerst heel rustig naar mijn ademhaling toe gegaan. En ik ben vervolgens in mijn gedachten, ik heb mijn ogen gesloten en mijn gedachten, ben ik precies zo gaan voelen hoe ik die afdaling wilde voelen. En dat begon al op het moment hoe ik aankwam fietsen, welke mindset ik wilde hebben, welke focus ik wilde hebben. Bij mij hielp altijd om een lach op mijn gezicht te zetten. En vervolgens nam ik het gevoel mee en de focuspunten mee hoe ik die afdaling naar beneden kon gaan rijden of moest gaan rijden. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb het in mijn hoofd echt een paar keer echt succesvol, dat ik het echt in mijn flow naar beneden reed. Ook het wedstrijd heb gereden. En dat ik dan natuurlijk winnend over de streep kwam. Dat deed ik dan ook altijd. Dus ik had eigenlijk wel in mijn hoofd zitten van, oké, dit hoe ik dat moest gaan doen. En ik had nog een keertje de kans voordat we gingen starten om het parcours te verkennen. Ik had aan mijn vriend gevraagd van, joh, wil jij boven op die heuvel gaan staan en zeg maar gewoon dat ik moet lachen als ik naar beneden rijd. Dat was een soort van anker, herinnering, dat ik weer in mijn flow, hoe ik in mijn flow kon komen.
Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ben naar beneden gereden. Ik ben daar niet boven staan, weer te staan kijken. Ik ben meteen doorgereden langs iedereen die daar wel stond te kijken. Die lag op mijn gezicht. Dat ging echt zo goed. Nou, en ik heb uiteindelijk daar vertrouwen getankt. En die vertrouwen heb ik tijdens de wedstrijd vastgehouden. Ik heb echt die afdaling iedere keer goed gereden. Succesvol kwam ik beneden. Ik heb die wedstrijd gereden als een trein. Lang verhaal kort te maken. Ik kwam uiteindelijk als derde over de streep. Echt een enorm goede prestatie tijdens een wereldbekerwedstrijd. En waar ik misschien nog wel het meest trots op ben, is de overwinning die ik heb gemaakt van het feit dat ik eerst dacht, oké, we gaan naar huis, dit wordt helemaal niks. Ik moet misschien die afdaling wel gaan lopen. Dat ik die heb weten om te zetten van, wauw Sanne, focus op je ontspanning, op je techniek. Dat ik daar in flow naar beneden heb kunnen rijden. En dat was mijn overwinning van die dag. Dat ik mijn angst heb weten te omzetten in iets positiefs, in mijn kracht, in mijn sterke punt. Want uiteindelijk was ik daar een van de sterkste in die afdaling. Dus dat is heel erg gaaf om te zien. En dat is wat visualiseren met je kan doen. Maar ik vind ook het visualiseren kan je dus ook tijdens trainingen gebruiken. Ik heb het ook gebruikt vroeger toen ik net begon met fietsen. Om in een peloton te rijden. Om bepaalde bochten goed te nemen. Het visualiseren gebruik ik nog steeds met wedstrijden. Een wedstrijdspanning om te gaan. Ik doe nog steeds af en toe wedstrijdjes. En dat is dan gebaseerd op triathlon. Ik vind het best wel eng. Nou ja, jullie horen mij al praten. Ik voel het dan ook meteen. Als je met een triathlon aan een triathlon deelneemt, dat begint natuurlijk met zwemmen. Ik ben niet zo'n grote zwemmer, dus je ligt dan in één keer met 600 man heb ik wel eens in het water gelegen. En dan word je overzwommen en in het donker, in het water. En ik heb ook wel pas een keer gehad dat ik gewoon echt bang werd tijdens het zwemmen. Nou, en daarvoor gebruik ik het visualiseren ook. En dat is zo gaaf om te zien dat ik dan merk dat dat zoveel baat heeft. En het is niet van dat je het in één keer meteen onder de knie hebt. Dus ook een oefenen en ook het visualiseren kan je trainen. Hoe doe je dat dan? Hè? Dat is natuurlijk je vraag. Van hoe ga je visualiseren? En het mooie van visualiseren, daar moet je niet moe van. Het is, je gaat gewoon rustig op een plekje zitten of liggen. In huis waar je niet gestoord kan gaan worden. En dan ga je dan neem je een momentje voor jezelf en dan doe je je ogen dicht. En dan ga je eerst eens even bewust worden van je lichaam. Van oké, hoe voelt mijn lichaam nu? En vervolgens, op het moment dat je met heel je aandacht in je lichaam bent, ga je voor jouw geest halen dat ene moment waar je mee aan de slag wil gaan. Hè? Misschien is het een technische oefening of iets waar je bang voor bent. Of misschien is het met wedstrijdspanning. Je gaat gewoon datgene voor je geest halen wat je graag wil optimaliseren. En dan ga je eens voelen, hoe voelt dat, dat moment? En dan ga je vervolgens dat moment zeg maar naar hoe je wilt gaan voelen. En dan is het belangrijk dat je het complete plaatje gaat zien. Dus en je gaat jezelf dus visualiseren, in je hoofd halen hoe jij jezelf wilt voelen en hoe je wilt dat het gaat. En ook waar moet je je op focussen, welke spanning voel je in je lichaam. En dan is het belangrijk dat je het echt vanuit jezelf gaat beleven. En ook echt de spierspanning en de emoties en de omgevingsgeluiden gaat voelen die erbij horen. Dus in mijn geval, op het moment dat ik die wedstrijd visualiseer, dat ik dat wil gaan doen, dan voel ik echt die spanning in mijn lichaam. En ik voel ook die spanning in mijn benen dat ik aan het fietsen ben. Ik beleef die wedstrijd helemaal van mezelf en niet als iemand die boven mezelf zweeft. Want dat zie je heel vaak bij het visualiseren. Dan kijk je er op een afstand vanaf. Maar het is belangrijk dat je in jezelf zit en dat je ook gaat voelen, oké, zit er spanning in mijn schouders? Moet ik die eigenlijk loslaten? Dus daarom eerst belangrijk om naar de situatie te kijken. Hoe doe je het nu? En hoe wil je dat het gaat voelen? En dit is echt een oefening. En ik zie dat ook in mijn coaching. Ik begeleid hier mensen ook in. Het is heel erg even oefenen van ben ik het juist van de juiste positie het aan het bekijken? En ook dat je
echt in je lichaam gaat voelen wat er gebeurt. Op het moment dat je dat vaker gaat oefenen, ga je ook merken dat dat makkelijker wordt. En wat ik ook altijd adviseer om vervolgens even op te schrijven daarna, van oké, wat heb je gezien en ervaren na die visualisatie? Dat is echt gewoon een stukje oefenen, oefenen, oefenen. En ook gewoon lief zijn voor jezelf. Want je zult zien iedere keer op het moment dat je hier tijd voor gaat nemen, krijg je weer nieuwe inzichten. En wat ik zelf gaaf vind, is dat je dan op het moment dat je aan het sporten bent en je merkt, oké, je bent jezelf bewust van een bepaalde verkramping of van een moment dat je denkt, oké, dit kan soepeler. En ik herken dan in één keer dat ik dan in één keer denk, oh ja, ik weet dat ik eigenlijk hierop moet letten, daarop moet focussen. Focus op mijn uitademing. Die focuspunten zijn natuurlijk ook voor iedereen anders. Maar dat is wel gaaf. Die ga jij dus ontdekken tijdens het visualiseren. Dit is natuurlijk wel heel erg gaaf. Dat kan je natuurlijk ook in het dagelijks leven toepassen. Ik bedenk maar eventjes iets met je mee. Hè. Hoe je misschien een gesprek kan voorbereiden. Of hoe je lekker wilt werken. Of hoe jij ervoor kan zorgen dat je in jouw werk, in jouw energie blijft zitten. Dus dat je keuzes maakt die bij jou passen. En misschien ook dat je hierdoor dus leert om nee te zeggen. Ik visualiseer me echt gewoon 's ochtends ook. Hoe wil ik me voelen vandaag? Wat is mijn intentie van de dag? En dat is gewoon heel gaaf om te zien wat dat jou gaat brengen. En ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, poeh, hoe ga ik hier nou mee aan de slag? Dat snap ik heel erg goed. En daarom heb ik ook speciaal voor jou, en omdat ik ook zelf geloof dat hier heel veel winst, of ja, dat je hier de makkelijkste winst in kan behalen. Ik geloof namelijk dat we allemaal hard kunnen trainen. En we kunnen allemaal enorm hard fietsen. Maar op het moment dat we leren om nog beter naar ons lichaam te luisteren. Dat we leren ons bewust zijn van wat ons helpt. En welke mindset ons helpt om nog prettiger te fietsen vanuit flow en van fun. Want dat zijn echt een paar kernwoorden die voor mij belangrijk zijn. En waarbij ik ook denk dat het jou ook heel veel gaat helpen. Dus daarom heb ik dus een sportvisualisatie ontwikkeld van 5 dagen. Waarbij ik jou mee ga nemen hoe jij hiermee aan de slag kan gaan. Hoe jij dit kan gaan oefenen. Verwacht geen wonderen. Absoluut niet, want dit is ook iets wat je moet gaan trainen. Maar dit kan je dus echt gebruiken als je vanuit jouw flow wil gaan sporten en dat je bewust wil worden. Oké, wat helpt jou om in die flow te komen en welke triggerwoorden zijn ervoor? Welke focuspunten zijn voor jou belangrijk? En ook als jij wil ontdekken wat jouw juiste sportmindset is, wat jou kan helpen om in die mindset te komen. En ik denk ook dat dit ook echt handig is voor mensen die echt heel veel trainen en die het gevoel hebben van ja, er zit eigenlijk nog meer in. Hoe kan ik nog meer vooruit komen? Nou, dit is daarbij een tool die daarbij kan helpen. Ook om jouw technische skills te fine-tunen. Om meer vertrouwen te hebben op de fietsen. Maar ook als jij je nieuwsgierig bent van oké, wat kan dit voor mij betekenen in het dagelijks leven? Nou, zoals ik zeg, mij heeft het heel veel gebracht. Ik geloof in de wet van de aantrekkingskracht. Op het moment dat je weet wat je wilt, wat belangrijk voor je is, hoe jij jezelf wilt voelen, weet je, dan gaat dat jou zoveel brengen. En ook op sportief vlak. En ik merk aan mezelf ook dat tijdens het zwemmen dat me dat zoveel helpt. En ook mijn kennis en ervaring die ik heb om überhaupt wedstrijden te doen en mijn wedstrijdspanning om te gaan. Als ik nu een wedstrijd fiets ga doen, dat doe ik vaak samen met mijn vriend. En hij is eigenlijk in training eigenlijk altijd sterker dan mij. Maar op het moment dat we samen dus een wedstrijdje gaan doen, dan gebeurt er bij mij iets in mijn hoofd. Als er een rugnummer op zit, dan heb ik zoiets van, kom, we gaan ervoor. En dan weet ik waarop me focussen. Dan ben ik op een bepaalde manier gespannen, maar ook weer ontspannen. Ik weet heel erg goed zeg maar, hoe ik op mijn limiet kan rijden. En tot aan mijn limiet en niet eroverheen dat ik in elkaar zak. En dat vind ik heel gaaf om te zien. Want op het moment met wedstrijden ben ik eigenlijk meestal wel sterker dan hem. Eigenlijk altijd. Maar dat komt puur omdat ik weet waar ik op moet focussen. Dat ik gewoon een heel sterke mindset heb. En nou, dat ga ik jou dus ook leren met die sportvisualisatie. Dus ga daarmee aan de slag.
Mocht je zelf nu nog zoiets hebben van... oké, Sanne, ik ben ermee aan de slag. Ik heb eigenlijk bepaalde vragen. Weet je, stuur deze mij. Je kan contact met mij opnemen. Het makkelijkste is via Facebook Messenger of via Instagram. Dat is gewoon als je mij zoekt op Sanne van Paasen. Natuurlijk met dubbel A en dubbel S. Dan kan je mij vinden. Dus ik zou zeggen, download deze sportvisualisatie. Dat heb ik nog niet gezegd waar je dat kan doen. Dat is namelijk op mijn website, sannevanpaasen.nl. Daar kan je die sportvisualisatie downloaden. En dan wil ik jou heel veel plezier toewensen met deze ontdekkingsreis. Want het is echt een ontdekkingsreis. En het is gewoon gaaf om met dit bewustwordingsproces bezig te zijn. En ik kan je vertellen op het moment dat je hier actief mee bezig bent met een stukje bewustwording van wat je voelt en hoe je jezelf wilt voelen, zowel op de fiets als buiten de fiets. Joh, er gaat zoveel gave dingen brengen. Dus ik wil je daar heel veel plezier mee wensen. Go with the flow. En ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Mocht je nog andere dingen graag in deze podcast terughoren, nou dan mag je natuurlijk altijd mij een berichtje sturen. In ieder geval voor nu een fijne dag. Veel plezier. Sport ze en geniet ervan. Doei doei.